De Stichting Toerisme Suriname, STS, en de Stichting United Tour Guides of Suriname, UTGS, zullen gezamenlijk gebruik maken van het toeristinformatiecentrum, het oud MP-huisje bij Fort Zeelandia. Deze organisaties hebben gisteren hiertoe een overeenkomst ondertekend. De directeur van STS, Jerry Akum, memoreert dat er reeds een samenwerking bestaat tussen UTGS en de STS. Enkele jaren geleden hebben beide partijen namelijk een Memorandum of Understanding ondertekend. Maar het ondertekenen van een document, dat is één actie. Belangrijk is voor ons allemaal om continuïteit te creëren. Om ervoor te zorgen dat we met z'n allen werken aan de ontwikkeling van deze sector. En zoals u weet, geeft de regering heel veel prioriteit aan de ontwikkeling van toerisme. Wat we vandaag zullen doen, is een bijzonder moment. Wij geloven in de rol van tourguides wanneer het gaat om toerisme. Ik ben zelf oud tourguide en als een guide brokken maakt, dan heeft dat een impact op de kwaliteit van de tour. Heeft dat een impact op de perceptie van een tour. En wij moeten met z'n allen ervoor zorgen dat de kwaliteit inderdaad een boost krijgt. Maar dat de organisatie, de vereniging van tourguides, ook de tools krijgt aangereikt om ervoor te zorgen dat wanneer iemand op reis gaat met een tourguide, dat de persoon verzekerd is van een kwalitatief goed product. Akum geeft verder aan dat de Stichting Toerisme Suriname en de gidsenorganisatie een poos geleden gestart zijn met het ordenen van deze sector. De overeenkomst biedt de UTGS nu de gelegenheid om in het toeristinformatiecentrum van de STS activiteiten te ontplooien. Dit zal ertoe leiden dat de toeristische producten van beide organisaties verbeterd worden. De voorzitter van de UTGS, Yves John, noemde de ondertekening een groot moment voor zijn organisatie. Ook hij onderstreept het belang van een tourguide of gids. Waar wij voor staan is capaciteitsversterking voor de tourguides. We willen het niveau van de tourguides willen we naar boven brengen. En hoe doe je dat? Dat doe je vooral door trainingen te organiseren. Toen ik zelf ben begonnen als tourguide was het heel erg moeilijk om trainingen te krijgen, vooral het praktische gedeelte. En dat is waar wij dus vooral onszelf hebben ingezet om trainingen te verzorgen voor tourguides, om capaciteitsversterking te hebben en een beter toeristisch product te hebben voor de tour operators, voor Suriname. Vandaag is een grote dag dat we dus een overeenkomst gaan tekenen dat wij in het toeristinformatiecentrum op een hele mooie plek bij Fort Zeelandia, dat wij daar activiteiten kunnen gaan organiseren. En wat wij vooral willen gaan doen is ons inzetten om toerisme bewust te gaan maken bij de Surinamer zelf. Want ik denk persoonlijk dat wij als land toerisme nog niet zo serieus zien. En we willen daar eigenlijk een beetje een verandering in gaan brengen door meer bekendheid te maken aan ons toeristisch product Suriname. Yves John, voorzitter van de gidsenorganisatie UTGS. Volgens hem geven cijfers aan dat meer dan 60% over de gehele wereld werkt binnen de toerismesector.